Ik ben daar ook, ik heb daar ook niet meer aan gedacht. Dan hier, nee, kalender. Ja. Hangt die überhaupt nog in de kast? Ik herinner me die precies ook niet zo hangend. Nee, hè? Ze moet eens kijken. Er is blijkbaar een verdwenen K3-jurkje en het gaat over deze hier, die van Giddy Up A Go Go Go. Oh. Dat hebben jullie blijkbaar nooit meer gedragen daarna. Ik ga dan naar jou kijken, Julia. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje komt door Martyrder Rock en zo. Want toen Martyrder... Nee. Maar omdat hij eigenlijk nog niet af was op het moment van de finale. Maar ja, Marten zat thuis. En toen hebben ze Marten gebeld. Hey. Ja, die rits is eigenlijk nog niet af. Kun jij die zelf naaien? Dus ja, eigenlijk hebben we die daarna nooit meer helemaal volledig terug te groei gemaakt. Maar niet wil zeggen dat ze er niet goed had ingezet, de ritsen. Nee. Marten kan hartstikke goed ritsen naaien. Nee. Maar eigenlijk hebben we die toen alleen nog maar voor de fotoshoot even aangehad. Ja. En daarna waren er altijd wel, denk ik, andere outfits die dan beter zaten al. Die al beter op ons lichaam pasten dan die. Ja, nu ben ik aan het denken. Ja. Hadden we niet in deze show kunnen steken? Ja, nog als extra. Of het verdwenen jurkje de show heeft gehaald, daarvoor zal je moeten gaan kijken. Op naar het volgende mysterie, mysterie 2. Want Marten, ja, je hebt wel een soort van social media relletje in gang gezet door een foto te posten met een glaasje water. Ja, ik hoor het langs alle kanten. Terwijl, ja, blijkbaar moet je dus iets met alcohol online zetten met nieuwjaar. En ja, alle mensen die mij kennen weten dat ik eigenlijk geen alcohol drink. Ja. Dus ik heb daar niet over nagedacht. Maar ja, dat weet ik weer voor de volgende keer. Volgend jaar is met chocomel of zo, denk ik. Weet het niet. Ja, nu, onze tour loopt tot en met juni. Dus daar zijn we wel volop mee bezig. We gaan in Liefde voor Muziek zitten ook, dus dat is ook wel heel fijn. En deze zomer hebben we late night shows in juli en in augustus. Waar we toch wel gaan proberen om de afgelopen 25 jaar aan muziek een beetje naar boven te halen. Er komen 2 vinylplaten uit ook, met echt alle generaties. Dus van de allereerste tot bij ons. Dus ik denk dat er wel heel veel dingen zijn om het 25 jaar te vieren. En misschien komen er nog wel andere dingen.